Gezondheid en voeding deel 6. De geraffineerde suikers. Wat zijn dat, geraffineerde suikers? Het zijn de suikers uit het sap van suikerbieten en suikerriet, waar in de fabriek alle vitamines, mineralen, vezels en sporenelementen uit zijn gehaald. Dit proces heet raffineren. Het zijn snelle suikers die het lichaam wel energie geven, maar geen voedingswaarde. Ze worden daarom ook lege koolhydraten genoemd. Een van de problemen van geraffineerde koolhydraten is dat het elders uit het lichaam de voedingsstoffen haalt. Ze putten dus de nutriëntenvoorraad uit. Tandbederf door de inwerking van suiker op het gebit is een wereldwijd probleem. In Nieuw-Zeeland zijn bij een 3-jarige jongen 11 tanden getrokken vanwege tandbederf door enorm hoge inname van suikerhoudende voedingsmiddelen en dranken. Tandartsen waarschuwen hiervoor, maar zijn helaas roepende in de woestijn, want de lobby van de frisdrankproducenten is veel te sterk. Een tip: spoel de mond direct met water en poets de tanden pas na ongeveer een half uur tot 45 minuten na het eten of drinken van suikerhoudende of zure producten, zodat het glazuur beschermd wordt. Gebruik je lege producten, dan wordt er minder groeihormoon geproduceerd dat de vetverbranding stimuleert in rust. Het aandeel vet dat in rust wordt verbruikt, wordt dus steeds minder. Dus gaat je lichaamsgewicht omhoog, omdat het basaal metabolisme zakt. Een ander gevaar van geraffineerde suikers is vertraging van de darmpassage. Door de afwezigheid van de vezels wordt de ontlastingssnelheid minder, waardoor de gifstoffen langer in de darm blijven. Dit is natuurlijk een zware belasting voor de darmbacteriën. Ook remmen ze het immuunsysteem. Witte bloedcellen gaan kleven, ze gaan eruit zien als geldrolletjes en kunnen daardoor hun functie niet meer goed uitoefenen. Op de tweede plaats neutraliseren ze darmbacteriën. Met iedere vorm van geraffineerde suiker heeft een bepaalde darmbacterie moeite. Wanneer zo'n bacterie uitsterft, kunnen er twee dingen gebeuren. De bifidus en de colibacterie nemen het gebied over, dit noemen ze overgrow, of het gebied wordt overgenomen door een schimmel, dat is een candida-infectie. Dit noemen ze een leaking bowel, dat wil zeggen je mist daar iets in je darm, waardoor een bepaald gedeelte van je stofwisseling niet goed meer plaatsvindt en waar wellicht bepaalde stoffen die normaal geblokkeerd worden, nu in het lichaam kunnen komen. En dan heb je een voedselallergie met verschillende symptomen. Een voedselallergie is over het algemeen een darmprobleem. Door te veel geraffineerde producten worden auto-immuunproblemen gestimuleerd. Dit komt deels door de directe invloed van insuline en deels door het dualisme met de essentiële vetzuren. Geraffineerde suikers verlagen de zuurstofsaturatie. Essentiële vetzuren, zoals omega-3 en omega-6, werken onder andere als magneten om zuurstof in de cellen te brengen en hemoglobine aan te maken. Geraffineerde suikers duelleren met omega-3 vetten wie het eerst getransporteerd gaat worden. Glucose is zo gevaarlijk dat het snel uit de bloedbaan moet. Daarom zal omega-3 moeten wachten. Dit verlaagt de zuurstofspanning. Daardoor ontstaan problemen in de kleine bloedvaten van de extremiteiten, de vingers, de tenen, de ogen, de nieren, de testes, in de zenuwen, dan krijg je de diabetesvoet. Denk ook aan diabetespatiënten die continu glucose in de bloedbaan hebben. Daarnaast gaan rode bloedcellen kleven. Ze worden sticky. Ze gaan eruit zien als geldrolletjes, omdat de omega-3 vetten geblokkeerd worden. De rode bloedcellen kunnen daardoor geen zuurstof meer transporteren. Om dit vast te stellen, dient niet het aantal bloedcellen te worden bepaald via een kwantitatieve bloedanalyse, maar is een levende bloedanalyse, de LBA, noodzakelijk. Daarbij wordt de kwaliteit van de bloedcellen bepaald. Ze kijken onder de microscoop met een camera hoe in een druppel bloed bloedcellen zich ten opzichte van elkaar gedragen. Als ze eruit zien als geldrolletjes, verliezen vele daardoor hun functie.
Geraffineerde suikers verstoren ook de mineralenbalans. Calcium en magnesium worden moeilijk opgenomen. Ze blokkeren de opname van vitamine C. Ze remmen de opbouw, de synthese van de omega-3 en 6 vetzuren. Ze zijn voedsel voor schimmels, gisten en kankercellen. Ze kunnen mobiliteitsproblemen geven, vooral in de schouders en de heupen. Dit heeft te maken met het versuikeren van de dwarsverbindingen, de crosslinks, die de stabiliteit van het bindweefsel garanderen. Dit proces heet scleroseren. Door een overmaat aan suikers worden endorfines overgestimuleerd. Daardoor kan onrust, labiliteit en nervositeit optreden. Bovendien stimuleren ze de productie van adrenaline en cortisol met een factor 4. Laat je in gevangenissen de geraffineerde producten weg, dan daalt de agressie en doe je dat op school, dan stijgt bij de studenten het IQ. Suikers, en met name geraffineerde suikers, veroorzaken vroegtijdige ouderdomsverschijnselen. Dat komt omdat de suiker zich bindt aan eiwitmoleculen, waardoor eiwitten beschadigd raken en ages vormen. De Advanced Glycation End Products. Vrij vertaald de voortgeschreden versuikeringseindproducten. Deze ages versnellen het verouderingsproces door rimpels op de huid te vormen. Ze verharden de bloedvaten, zorgen voor stijve gewrichten, tasten hersenen, lever, nieren aan, zorgen voor ontstekingen, verergeren het ontstaan van diabetes, hebben een flinke bijdrage aan het ontstaan van Alzheimer en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Last but not least geven geraffineerde producten en vrije suikers zoals bijvoorbeeld sinaasappelsap ook een snelle verhoging van de bloedsuikerspiegel, afhankelijk van de glycemische index en de glycemische last. Het lichaam wil bij een hoge glycemische maaltijd de geraffineerde suiker zo snel mogelijk, het liefst binnen een half uur, uit de bloedbaan halen, voordat het neerslaat in de bloedvaten, in het bindweefsel en in organen, waardoor je problemen gaat krijgen. Daarvoor slaat de pancreas op hol en geeft insuline af, die glucose naar de spiercel en lever brengt, mits daar nog ruimte is, anders wordt het omgebouwd in vetzuren. Drie vetzuren binden zich aan een glycerolmolecuul tot triglyceriden. Deze worden via de bloedbaan naar de cellen getransporteerd en als brandstof opgeslagen tussen de organen en onder de huid als vet. Dus al het overschot aan suikers wordt opgeslagen, want het lichaam gooit niks weg. Dat is ook de reden dat de extra koolhydraten die de meeste mensen 's avonds nog eten, de opslag ingaan, omdat ze niet meer bewegen. Het snel dalen van de bloedsuikerspiegel door de insuline veroorzaakt een suikerdip die de ontstane vermoeidheid daarna verklaart. Het is om deze reden dat je voor een training of wedstrijd geen hoog glycemische maaltijd moet nemen. Het voortdurend produceren van insuline vergt veel van de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier of pancreas, wanneer je voortdurend suiker en met name veel geraffineerde suikers consumeert. Dit kan leiden tot insulineresistentie. Dat wil zeggen dat de cellen ongevoelig worden voor de insuline en geen suiker meer opnemen, waardoor de suiker in het bloed blijft. Dit leidt tot diabetes type 2. Sommige mensen gebruiken fructose in plaats van witte suiker. Glucose gaat via de bloedbaan het lichaam in, terwijl fructose via de lever in het lichaam wordt opgenomen. Daardoor stijgt de bloedsuikerspiegel minder snel en is er minder insuline nodig. Insuline activeert echter het verzadigingshormoon leptine. Leptine wordt door vetcellen geproduceerd en zorgt voor een verzadigingsgevoel. Doordat er minder insuline wordt aangemaakt, komt er ook minder leptine. Het gevolg is dat je blijft eten en drinken, waardoor de lever beschadigd kan raken. Bovendien kan het lichaam het teveel aan fructose niet opslaan als reservebrandstof en wordt het direct omgezet in vet met leververvetting tot gevolg. Fructose als natuurlijke vruchtensuiker vinden we in fruit, wat je zonder problemen kunt eten. Maar fructose wordt ook in poedervorm verkocht
of als glucose-fructose-siroop, het HFCS, het High Fructose Corn Syrup, aangeboden, die met name kinderen in grote hoeveelheden binnenkrijgen. Dan is fructose een chemische geraffineerde suiker. De vitamine, mineralen, vezels, sporen, elementen zijn er immers uitgehaald, waardoor vitamine- en mineralendeficiënties ontstaan en leiden tot obesitas en diabetes type 2, tegenwoordig helaas al op steeds jongere leeftijd. Ik hoor je nu denken, welke producten met geraffineerde suikers moet ik dan mijden? Nou, in ieder geval die producten waar je op het etiket schuilnamen voor suikers aantreft. Hier zie je een overzicht daarvan. Iedereen weet dat in snoep, cake, gebak, taart, chocolade, drop veel suiker zit. Maar wat dacht je van soep in blik, knakworstjes, fruitsappen, dressings en sausjes, chips, toast, mayonaise, ontbijtkoek, yoghurt met vruchtendrank, brood, crackers, pitabroodjes, groenten uit blik, rijstwafels en ook in ketchup veel suiker zit. In een fles tomatenketchup van 300 ml zitten bijna 16 suikerklontjes. Is er dan geen vervanger voor suiker? Jawel, dat is stevia. Dat is een zoetstof die ongeveer 300 keer zoeter is dan suiker, maar die de bloedsuikerspiegel niet verhoogt. Er zitten geen koolhydraten in en geen calorieën. Van jongs af aan worden we door de voedingsindustrie afhankelijk gemaakt van suiker, want het zit bijna overal in. Het lichaam heeft suiker nodig. Onze hersenen werken alleen op glucose. Maar te veel suiker, en met name te veel geraffineerde suiker, geeft allerlei problemen zoals we reeds hebben gezien. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan om maximaal 10% van de benodigde energie per dag uit vrije suikers te halen. Vrije suikers zijn de natuurlijke en de toegevoegde suikers. Omdat 1 gram koolhydraten 4 kilocalorieën aan energie geeft, betekent dit bijvoorbeeld voor een vrouw die 2000 kilocalorieën per dag eet, maximaal 50 gram aan vrije suikers per dag. Omdat bijna alle voedingsmiddelen suiker bevatten, consumeren we per dag veel meer suiker dan 10% van onze dagelijkse energiebehoefte. Suiker brengt in de hersenen een genotsgevoel teweeg door de afgifte van dopamine die dit gedrag, het eten van suiker, beloont. Naast tandbederf zijn obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en vele andere aandoeningen uitingen van de verslavende werking van suiker. De voedingsindustrie trekt zich daar weinig van aan. Dat is begrijpelijk, want er moet geld verdiend worden. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor wat je allemaal in je mond stopt. Dit is het einde van deze video.